De jonge dokt. Dag, Bettyke. Hoe is het met de beste klasseur van het ministerie van Financiën? Ah, goed, hè. Goed, Bettyke. Ja, ja. Onze Adelbert zei het ook nog. Papa zei het hem. Heb je het gelezen in de laatste nieuws? Ja, ja, ik heb het gelezen. Dat van Josje en van de Kevin. Onze Adelbert heeft al zijn cd's van K3 verbrand. Nee, jongen. Dit. Ambtenaren moeten langer werken. Wat? Goedemorgen, vrienden. Ah, Vrastenhoven. Wat avontuur heb je dat gezien? Ambtenaren moeten langer werken. Ja, ja, Jom, ik heb het gehoord op Radio 1 in de ochtend. Dat kan toch niet, zeg? Oh, ze kunnen nogal spelen met de mensen in kloten, hè? Het correcte woord is teelballen, jongen. Of testicles of zaadbal, dat kan ook. Nee, 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 geen sprake van dat ik langer blijf werken. En zeker niet voor jou, Filemon, per se. Nou, Mirama, als je toch... Wij werken toch al jaren faan samen in alle kameraadschappelijk haat, nietwaar? Ja, ja, mevrouw Puijs. Wij zullen allemaal langer moeten werken. Dat is de realiteit in de huidige maatschappij. Ah, bon confort. L'horreur, l'horreur, het is foutu, la catastrophe totale. Bakonfoy, je lijkt zo aangeslagen. Aangeslagen, mademoiselle Puijs. Ik ben hele gans geperturbeerd. Hier, het stond in la dernière heure. Wij moeten allemaal... langer werken. Ah, jij leest ook la dernière heure. Het stond ook in de Vlaamse kranten, hè? Venekie, dat is niks schrijven over Bart de Wever, nietwaar? Maar we zitten er toch maar mee, hè? Dat is verschrikkelijk nieuws. Dit is catastrofaal. Uitermate vervelend, hè? Ja, het is afgraselaak, vrienden. Deze is nog erger dan de laatste cd van Helmut Lotti. Oh. Ah, ja. Cher collègue, du calme. Het enige wat wij nog kunnen doen is wachten op een bevel van het zevenste... of op de komst van directeur Teenpont. Hij zal arriveren binnen exact 6 minuten. En wat doen wij dan ondertussen? Zoals gewoonlijk, niks.